Iemand die graag knopen doorhakt, kan je beter niet meenemen op een zeilboot. Een collega appte me vanmorgen dat hij al een vierdubbele espresso op had. Nou, dat lijkt me sterk. Ik snap nu ook waarom je in de vrieskou gewoon kunt blijven voetballen op kunstgrasvelden, want die dingen bestaan voor 90% uit winterbanden. Rij nooit over een overdrijvingsvlak. Ik deed dat vorige week en kreeg meteen een boete van 122.000 euro. Ik had vannacht gedroomd dat de NS Publieksprijs dit jaar naar het boek Vertraging. Gelukkig, man. Meme-spelers, daar hoor je ook niks meer van.